Goedendag en welkom bij de eerste en nieuwe aflevering van EBGS Nieuws. Vandaag in EBGS Nieuws. Provinciaal bestuur wil middels nieuwsbrief communicatie intensiveren. Gemeenteopbouw van eminent belang voor 2023, zegt tweede vicepresis Michael Peschout. En provinciaal bestuur vormt delegaties in diverse regio's Suriname. Zeer bijzonder en aangenaam om weer samen het jaar te openen. Woorden van de tweede vicepresis Michael Peschout. Hij deelt zijn ervaring met betrekking tot de jaaropeningsdienst van de gemeente op zondag 8 januari. Het jaar werd in de grote stadskerk, oftewel de Mama Kerkie, officieel geopend. De dienst bestond uit zang, verschillende voordrachten en de preek die gehouden werd door de prezes dominee Galant. Het is volgens dominee Peschout van groot belang om op zo'n bijzondere manier bemoedigd te worden voor het nieuwe jaar. Ik ben blij dat we weer als EBG'ers bij elkaar kunnen komen om samen de Heer zijn aangezicht te zoeken en zijn woord te horen, bemoedigd te worden en verder te gaan, gepowered verder te gaan. Gemeenteopbouw en het vergroten van de maatschappelijke relevantie staan volgens de tweede vicepresis centraal voor dit nieuwe jaar. Onze gemeente bestaat al 60 jaar in Suriname. We willen onze gemeente opbouwen. We willen alle mensen betrekken bij de activiteiten. We willen dat gemeentebesturen versterkt zijn. Capaciteitsversterking willen we hebben. We willen onze predikanten nascholen, toerusten. En we willen onze maatschappelijke relevantie in Suriname vergroten. We zijn EBG. Men weet aan iedere keer wie er bestaat. Maar we willen de werkelijkheid van Suriname head-on tegemoet gaan, een theologisch antwoord zoeken en hebben voor de uitdagingen die er zijn en de mooie momenten die de geschiedenis en de toekomst ons biedt, dat we die met elkaar vieren. Andermaal dominee Peschout. Het provinciaal bestuur wil middels haar nieuwsbrief, het provinciaal belicht, de communicatie naar de gemeenteleden intensiveren. Het eerste exemplaar werd op zondag 8 januari tijdens de openingsdienst van de gemeente overhandigd aan prezes Rinaldo Galant. Het provinciaal belicht biedt onder andere een meditatie aan de hand van het woord van de maand, nieuws van het provinciaal bestuur, de delegatiesamenstelling en portefeuilleverdeling en kennismaking met de nieuwe leden van het PB. Wij hebben met zuster Jane Kolf-Berggraaf, de eerste ondersteuner portefeuillehouder, een gesprek gehad hieromtrent. Zij benadrukt onder andere dat deze nieuwsbrief de kerkbode niet vervangt. Het gaat erom dat je als nieuw provinciaal bestuur toch wel de EBG-gemeenschap wil laten weten wat de plannen zijn en vooral communiceren met ze. Als er niks gebeurt, dan weten de mensen ook niet wat we willen doen, wat we samen met ze willen doen, de gemeente. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Dus eigenlijk gaan we beginnen even met provinciaal belicht, waar we dus gaan communiceren, informatie zullen geven over de zaken die dus EBG raakt. En daarna zijn we bezig te evalueren om te komen tot dus een nieuwe vorm van kerkbode. En hoe belangrijk is de communicatie naar de kerkleden toe? Heel belangrijk. U moet weten dat wanneer je als provinciaal bestuur het hoogste orgaan overneemt, is het belangrijk om te weten wat leeft er onder de gemeenten. Wat zijn de dingen die ze anders willen? Hoe willen ze onze ondersteuning? Hoe zien ze dat? Veelal, ik ben zelf ook RB geweest en de algehele klacht was, we horen niets van het provinciaal bestuur. En wij willen dat niet hebben. Wij willen juist, omdat we het belangrijk achten, willen we weten wat speelt er onder de gemeenten, wat zijn de problemen die ze hebben, hoe zit het met nazorg, kortom, alles wat belangrijk is voor de groei en van de gemeenten willen wij dus een ondersteuner daarin zijn. En dat was zuster Jane Kolf-Berggraaf over het provinciaal belicht. U kunt er eentje kopen voor 25 SRD. Het nieuwe provinciaal bestuur heeft de delegaties voor de diverse regio's in de provincie Suriname reeds gevormd. Het is de bedoeling dat deze delegaties het contact met de verschillende regionale besturen onderhouden. De taken houden onder andere in het periodiek bezoeken van de gemeenten in de regio, het bijwonen van regionale en gemeente-evenementen, het bijwonen van regionale conferenties en de delegaties dienen ook als aanspreekpunt bij eventuele kwesties en verzoeken. U kunt meer hierover lezen in het provinciaal belicht. De laatste zendingsarts
is een boek geschreven door zuster Ritveld over het zendingswerk van dokter Miep Dekker. Dit boek gaat over het zendingswerk van dokter Dekker, een Nederlandse arts die naar Suriname kwam om te werken voor de medische zending. Het doel van dit verhaal is om zendingswerkers te motiveren om het zendingswerk van de Heer op een overtuigde manier te doen. U hoort zuster Ritveld over dit boek. Dit boek is eigenlijk het verhaal over het leven en het werken van dokter Miep Dekker in Suriname, in het binnenland van Suriname. Het was een dokter uit het buitenland, uit Nederland. En ze heeft eigenlijk door haar roeping, ze is bewogen geworden door het werk of door de verhalen van dokter Albert Schweitzer. Toen heeft ze gezegd, ik wil ook als ik volwassen ben gaan werken in een land ver van mijn eigen huis, om de zieke mens te laten weten dat God ook van hen houdt. En ik ben met haar een keertje met haar meegegaan op zendingsreis, polykliniekreis. En elke plaats waar ze kwam, begon ze met het lezen van de dagteksten, het zingen en het bidden. Dus toen zei ik, dit is echt zendingswerk. He, dus niet alleen maar wanneer een dominee op een kansel staat en het woord brengt, maar ook als je als arts de zieke mensen gaat behandelen en voordat je gaat behandelen, eerst zingt en bidt en de dagteksten leest. En ik ben daarna nog een paar keer naar de polyklinieken van de medische zending geweest, maar daar zag ik geen mensen die ook met de dagteksten begonnen of met het zingen. Dus toen heb ik dit verhaal geschreven, de laatste zendingsarts. Eigenlijk om alle mensen die bij de medische zending werken en ook elders, ook in de stad, ook in de gewone ziekenhuizen en op de polyklinieken, om ze eigenlijk te laten weten, door Gods genade mag je dit werk doen, maar het is goed als je ook Gods naam aanroept, als je ook bidt en als je ook uit Gods woord leest, dat de patiënten zien, het is niet je eigen kennis, maar het is kennis die je van de Heer gehad hebt om dit werk, om de mens gezond te maken, te mogen doen. Ja. Dus dat is het verhaal en het vertelt ons een beetje over de posten waar ze gewerkt heeft in het binnenland. De mensen die gewerkt hebben op La Douani of op Kabel of op Botopassi, de medische zending, die mensen zullen de plaatsen herkennen. Dus het verhaal van dokter Miep Dekker moet dus de zendingswerkers stimuleren of motiveren, ja, om het zendingswerk van de Heer. Om het zendingswerk te doen, ja. Om dus op een overtuigde manier het werk te doen. En voor hoeveel kan men zo'n boek kopen? Wel, eigenlijk wordt het boek niet verkocht, maar we geven de mensen die het willen hebben, geven een bijdrage om de drukkosten te kunnen dekken. Het boek is in het buitenland gedrukt en je weet, in het buitenland kan je niet met SRD betalen. Dus er is in het buitenland geld betaald. We hebben een kleine bijdrage van het Zeister Zendingsgenootschap gehad, maar dat was niet voldoende. En om de boeken hier naartoe te laten komen, moesten er ook vrachtkosten betaald worden. Dus als mensen bereid zijn €10 te betalen, dan mogen ze in SRD niet de koers van 30, maar de koers van 20 betalen. Dus 200 SRD. Aldus zuster Ritveld. En dat was het voor wat betreft deze aflevering van EBGS Nieuws. Bedankt voor uw aandacht. We zijn volgende week bij u terug met een gloednieuwe aflevering van EBGS Nieuws. God zegen.